Ja, heerlijk. Heerlijk, hè? Heerlijk. Je hebt er naar uitgekeken? Ja, zeker wel. Zeker wel. En, ja, besef komt nu gewoon waar je bent begonnen. Ik ben gekomen toen we in tweede klasse waren. Dus ja, dat is echt mooi om dit mee te maken zo. In 7, 8 jaar tijd 3 keer promoveren. Dat is heerlijk. Ja, dat is echt. Onvoorstelbaar. Ja, onvoorstelbaar. Zeker met deze jonge ploeg. Echt top. En de gretigheid die er ook vanaf straalt, hè? Ook vanmiddag weer. Als je kijkt, we hebben 3 kansen gehad en we maken het helemaal af. Ja, dat is onvoorstelbaar. Dat, Everton had beloofd, ik zet jullie in de topklasse, lever ik jullie af, maar hij heeft het gedaan. Ja, ik heb hem net bedankt. Ik zeg, dit is echt fijn dat je zo weggaat. Heerlijk. Ga er lekker van genieten. Ja, oké. Okay. Hoi. Ja, maar ja, jij mag zo wel. Even met Remco, jij maakt een seizoen mee. Eerst promoveer je een keer of 4-5 met Bonnes. En nu sta je met RVA weer op de rand van de topklas. Op de rand, je bent gewoon topklas. We zijn nu gepromoveerd. Ja, nee, ik heb ze nu bijna allemaal gehad. Vanaf de vijfde klasse naar uiteindelijk naar de topklasse. Dus ja, dat is bijzonder. Dat is een geweldig jaar. Dat we het zo kunnen afsluiten met z'n allen. Onvoorstelbaar. Ja, nee, geen woorden voor. Echt, echt bijzonder. Heb je vanmiddag even in de rats gezeten toen net na die 3-1? Of zeg je van nou, nee. Nee, het is wel een rot moment. Omdat je dan op het bord kijkt en dan is het nog ruim een half uur te spelen volgens mij. Dus dan weet je nog van ja, we gaan wel nu pompen en wat forceren. Maar ik had er alle vertrouwen in dat we dit gingen eruit halen. Ja, en op een gegeven moment er kwam nog geen echte grote kansen voor Hoek. Nee, daarom. En dan weet je dat hun het geloof ook een beetje gaan verliezen. Ze gaan wel opportunistisch voetbal. Maar ja, als er niks uitkomt, dan gaat het geloof bij hun ook weg. En ja, naarmate de wedstrijd voor, zag je ook wel van, ja, ze geloven er ook niet meer in. Dit gaat er niet meer worden. En RVA is gewoon verdiend topklasser. Nou, dat is één ding wat zeker is. Ik denk, als je na zo'n zwaar seizoen en dan uiteindelijk na 5 wedstrijden, wat gewoon loodzware wedstrijden zijn geweest, als je dan uiteindelijk aan het langste eind trekt. dit wordt vast een mooie speel. Dat denk ik ook. Dan ben je volledig terecht gepromoveerd. Ja. Dat denk ik wel, ja. Ga er lekker van genieten vanavond. Ga ik zeker doen. Dank jullie wel. Ja. Dan gaan we Jordi ook even vragen. Hoi. Goedemiddag. Ja, het is een hele goede middag geworden. Ja, absoluut. Dat is heerlijk. Dit is... Daar komt Nes kom uit terug. Dit kon je verwachten, ja. Lekker, joh! Ja, wie de bal kaatst, hè? Ja, zo is dat. Maar dit is wel waar we een heel seizoen lang voor gevochten hebben. En niemand had dit verwacht. Maar wij hebben wel altijd naar elkaar toe uitgesproken van... als je die kans krijgt, en zeker in het begin van die na-competitie... Ja, dan zijn we echt gegroeid. En dat je dit vandaag zo beslist, dat is gewoon... Ja, zonder nederlaag kom je gewoon zo'n na-competitie door, hè? Ja, nou ja, precies. En dat is een geweldige teamprestatie. Echt. Ja, absoluut, want bij Quick Boys spelen gelijk en de rest win je allemaal. Ja. Ja, overtuigend gewoon, toch? Ja, nou ja, precies. Cijfers liegen niet, hè? Nee, is geweldig. We gaan hier lekker van genieten met z'n allen. En volgend jaar aan de Spakenburg. Ja, Spakenburg, IJsselmeer, Vogels, Hardenberg. We gaan mooi toeren. Fantastisch. Ja, geweldig. Goed, geniet ervan. Ja, dankjewel. Okay. Zeg het maar, wat was het vanmiddag? Fantastische wedstrijd vandaag. Ik, als je de eerste helft ziet, daarin voetbal je gewoon echt als een team. En voetballen het gewoon heel erg goed. En de tweede helft is het, zie je dat je gewoon onder druk komt te staan. Remco halen we terug. We missen de druk een beetje op middenveld. Ja. Daardoor kunnen ze makkelijk pompen, dus we staan dan meer onder druk. Maar daarna kwamen we er eigenlijk wel weer goed onderuit om vervolgens weer die counter in te zetten. Dus als je nu ziet, we wilden voor elkaar werken. En dit is echt een fantastische beloning waarvoor je heel het jaar, heel het seizoen voor gewerkt hebt. Ja, dit is inderdaad fantastisch. En dan kort na de rust kom je op 2-0 en 3-0. En dan is het bijna geloofbaar. Ja, je ziet op een gegeven moment, maak je de 3-0, had ik wel het gevoel dat we even het zweefmomentje hadden van dat lijkt op we binnen hebben. En dan komt die penalty dus. En dan komt die penalty. Dus, was het terecht? Ik vond die van Danny vond ik een penalty. Ja. Die van Jesse, hij wordt uit balans gegooid. Dus ja, dan raakt hij met zijn hand de bal. Ja. Dus ik vond het geen penalty. Die van Danny vond ik wel een penalty. Ja. Dus als we dat in evenwicht brengen, dan hadden ze nog 3-1 geweest. Ik zei het nog tegen Henny, zei ik vooraf in de kantine. Ja, 2 of 3-1 gaat het worden. Dus, en dat is het. En dat is mooi. Dus, fantastisch. Ja, we gaan nou topklas in. Gaat ervan genieten. Heerlijk, heerlijk. Dankjewel. We zien elkaar. Top. Nou, Gio, zeg het maar. RVVA wint met 3-1 van Hoek en duwt Hoek dus terug de hoofdklas in. En wij gaan de topklas in. Praat maar door, zou ik zeggen. Ja, je komt even niet... ik zou bijna zeggen onwerkelijk, maar het is gewoon gebeurd. De beste 16 van Nederland. Op het zaterdagniveau. Fantastisch, toch? Ja, ik wil niet volschieten voor de camera, want dat heb ik al gedaan, maar ja, je weet ook waar we vandaan komen. 2007 nog tweede klas. 2008 kampioen bij Nooddorp. 2009 promoveren van je na-competitie. En 2015 weer. Onvoorstelbaar, toch?
Ja, het is een lange reis geweest en, met plussen en minnen. En we wilden in ieder geval proberen om bij RVA toen we kwamen om er een topsportcultuur neer te zetten. En nou goed, daarin heb je tegenstanders en medestanders. Maar zoals iedereen weet, je hebt positiviteit nodig en negativiteit om energie te hebben. Want net als een batterij in het leven heb je een plus en een min. En dat gecombineerd geeft kracht. Dus ik wil ook bij deze iedereen bedanken die ons gesteund hebben in die 9 jaar. En achter ons hebben gestaan en geloofd in wat we wilden doen. Eigenlijk was hoofdklasse genoeg. Maar dit is meer dan een droom. Ik wil ook alle negatieve mensen bedanken die ons hebben willen dwarsbomen. Of leugens en onwaarheden hebben proberen te vertellen. Omdat ook dat gaf energie. En vooral moed om door te gaan. Die wil ik zeker bedanken. En ik wil Mario, het bestuur, de technische staf, de technische commissie, de harde kern. Iedereen die RVA een warm hart toedraagt, want ik wil niemand uitsluiten nu op dit moment. De supporters die in ongelofelijke aantallen vandaag zijn geweest. Ja, het is, als je om je heen kijkt, dit is RVA en dit is hoe het hoort te zijn. Dit is waar je van droomt om aan zo'n club of van zo'n club te maken. En dan is dit geweldig. Ja, het is onvoorstelbaar geweldig. RVA is ineens zomaar topklasser. Het heeft inderdaad een lange weg. Maar je wordt derde in de hoofdklasse B. Die werd eigenlijk als topklasse B genoemd af en toe. En dan bewerkstellig je dit. Je speelt gelijk bij Quick Boys en daarna ben je 2 keer ACV de baas. Je pakt Spijkenisse en nu ben je dus ook gewoon de hoek de baas. Dus ja, volkomen terecht. Ja, meer dan terecht. Kijk, als je telt die goals maar. Je maakt er 2 bij Quick Boys. Je maakt er 3 tegen Spijkenisse. Je maakt 3 uit bij ACV. Je maakt 2 thuis tegen ACV. Je maakt hier vandaag weer 3. Ja. Duidelijke cijfers kun je niet hebben. Dat zijn cijfers. En we willen altijd aanvallen. Dat heb je ook vandaag gezien. En alleen het verschil is dat wij onze omschakeling moet altijd van aanvallen naar verdedigen beter zijn dan dat de tegenstander dat doet. En dan hou je het gesloten. En dat is het beeld soms wat mensen vergissen met een verdedigende ploeg. Dat is het niet. Wij schakelen goed om van aanvallen naar verdedigen. En dat geeft ons kracht en daar hebben we hard voor gewerkt. En daarmee hebben we een mooie plaats in de topklasse verdiend. En gaan we volgend jaar op tournee. Spakenburg, Rijnsburg, Lisse, Hardenberg. Ah, ik word helemaal gek van jou, echt waar. jij, jaar in jaar uit lopen we al die plaatsen te noemen jij. En je zegt, we gaan weer die busje in. En soms met eigen vervoer. En dan komen we langs al die plaatsen. Vlaardingen, wat zijn we? Maasluis. Maasluizen. Overal zijn we samen. Hoek hebben we ook al eens gehad. Hoek hebben we wel eens gehad. Kloetingen. Veen hebben we ooit nog eens gehad. Ja, en nu gaan we toch naar het hoogste podium. En om dan langs die clubs allemaal te gaan. En, ja, dus we gaan weer op de fiets, Theo Saampies. Hey, we gaan er lekker van genieten volgend jaar. Ja, onwerkelijk hè? Ja, onwerkelijk. We gaan er een mooi avondje van maken. Ga je een nieuwe fiets kopen? Misschien wel, ja. Wel met versnelling, want dan gaan we wel beter. Laat me weten. 2 halen, 1 betalen. Ja, dan ben je er ook 1. Ja, tuurlijk. We gaan samen. We gaan het helemaal regelen. Kom goed volgend jaar, jongen. Ja, dankjewel. Bedankt. Jullie uiteraard, Matthijs. Ontzettend bedankt, Theo. Ontzettend bedankt. Zonder jullie scheelt het enorm omdat jullie de beleving, de kwaliteit van de groep ook naar buiten toe brengen. Ik waardeer jullie uit de grond van mijn hart voor alles. We hebben het graag gedaan. En we gaan ermee door. Dank jullie wel. En ik hoop ook dat jullie ermee doorgaan. Gefeliciteerd ook. Ja, zeker. We gaan ervan genieten. Ja, oké hoor. Jutjan, ik hoor jou iets zeggen dat het zwaar onterecht was vanmiddag. Meen je dat nou echt of niet? Zwaar onterecht? Ja, dat van Hoek volgens mij toch? Van Hoek, ja. Nee, ik denk dat iedereen wel heeft gezien. Ook als mensen ons een beetje hebben gevolgd. Dat dit gewoon ook terecht is. Ja. Niet alleen qua resultaten, maar ook door middel van goed voetbal. En zeer jong elftal. Ja. En, een mooie combinatie van jong en jong getalenteerd. Maar toch ook een aantal ervaren krachten die waar dat op drijft dan. Ook. En dat komt mooi samen. Hè? En jonge trainers. Ja, een hele jonge trainers. Die lijken vanmiddag alleen maar jonger te worden. Ja, daar heb ik Marcel erbij gedaan. Ja, die heeft daar de hand in gehad. Een beetje compensatie, toch? Maar dit is fantastisch, toch? Ik wil hem te danken. Derde jaar voor mij hier. En ja, weet je, we staan in topklasse en we gaan er gewoon heen. En wat hij zegt, is nog niet eens onterecht. Nee. Als je ons dit hele seizoen volgt, al de trainingen die we voor die boys verzorgd hebben. Ja, dus
Ze hebben het gewoon vandaag laten zien. En ze wilden ook, hè? Want er zat een partij wil in om naar die topklasse te gaan. Die was onvoorstelbaar groter. Na dat klassekampioenschap en na die halve finales tegen ACV. Ja, je ziet het vertrouwen alleen maar groter worden. En dat hebben ze vandaag hebben ze het weer laten zien. 3-1 tegen Hoek. Ja, ongelooflijk. En de laatste drie jaar hadden we Hoek al zes keer. Daar hebben we vijf keer van gewonnen ook. Precies. Dus boys gefeliciteerd, man. Dus meer verdiend kan het niet zijn, hè? Nee. Nou, lijkt me duidelijk nogmaals. Duidelijk van. We gaan er niet vanavond mis. Ja, is goed. Goed zo.